This is an opportunity here. Let me verify that he's idling, okay? Okay, so he's idling. So I'm gonna get this guy. Gewapend met zijn telefoon zoekt George naar geparkeerde busjes en vrachtwagens die onnodig lang hun motor laten draaien. The fellow we just saw on the corner, what's he doing? He's just wasting money, he's polluting my neighborhood needlessly. And it incensed me to try and stop the problem. Wie langer dan 3 minuten de motor stationair laat draaien in New York, overtreedt de wet. Als burgers zoals George dat weten te filmen, kunnen ze aangifte doen. I got my 3 minutes, which is good enough for me. It gives me confidence to submit that to the court and let the court decide. Vandaag is het weer raak. 2 overtreders in een half uur. Die krijgen een bon van minstens $350. Een kwart van de boete gaat naar George als beloning. All the years I've been doing this, I've made about $40,000. That's a lot of money. It's not so bad. Is that the reason why you're doing this? No, it's for my love of New York. Vorig jaar is er ruim 12.000 keer met zo'n filmpje aangifte gedaan. Your motor is on? Did you know that's prohibited? Yeah, you can do it, yeah. Okay. Yeah. Not right. Yeah, yeah. So yeah, I know now. That's good. Yeah, thank you. De stad controleert zelf nauwelijks, maar sinds New York haar inwoners inzet als verklikkers, is het aantal boetes toegenomen. Van bijna geen naar duizenden vorig jaar. En zo hoopt de stad dat chauffeurs eindelijk hun motor eens uit gaan zetten voor een schonere lucht. But do you ever feel like a snitch? Sure. The word snitch doesn't bother me. I mean, call me whatever you want. I'm doing something about a problem that the police won't handle. Vorig jaar deelde de stad voor 2 miljoen aan boetes uit. Met hulp van verklikkers zoals George. Sophie van der Meer, RTL Nieuws, New York.